En dat lijkt dan, even kijken hier met de brandenbureau, 349, Felix Takkers voor Winschoten is dan de vierde man die op weg gaat naar een halve finale in deze strijd om het Gelders kampioenschap. En de derde, ik ben Antoine Blankens hier met Meijs met Bolster, die bij de Fries Kevel aan bij Bikstok. Want zij zijn vertrokken met Nijkerk op dit moment aan de leiding. Nijkerk moet zijn Stefan de Vries nog een beetje verrassen, terwijl dat het Rick Meijs is. Meijs die hier aan de leiding gaat. Meijs dus aan de leiding. Met 18 is nu Bolster voor CNT Raalte op plaats nummer 2. De Verharing op 3. De Verharing zit er goed bij met Emiel Nijmeijer. Nijmeijer ook op kwalificatiekoers op jacht dus. Daarom tegen het voor een halve finale gaat lukken met 7.54 dan. Blankers voor Amazonia ook in de halve finale in deze strijd van 9-jarigen. Oh ja, laatste groep inmiddels ook alweer vertrokken met Justin Taktor, met Brian Perez, Marijn Kenten, Daniel Wetsinga, Tigo de Vaal, Robin Mal en Wessel van Holland voor Amazonia. Gaan we kijken wat hier gaat gebeuren hier aan het... ja, het zijn de mensen van Nuland die duidelijk een stempel drukken in deze kwartfinales. Er een nieuwe Nulander, Justin Taktor hier aan de leiding. Met 69 op 2, Brian Perez met de 13-22 zit goed in de 3-0-2. Eens even kijken naar Tigo de Vaal. En dan missen we toch Kenten, die lijkt dan toch het... hier, ja, achter 4 zal dat zijn, de 65 van de Hessel Thijssen, die er nog goed bij zit op plaats nummer 4. Ah, en we nemen afscheid denk ik van Nieuw-School, want die heeft het gezien. Het regent hem waarschijnlijk te hard. Hij doet niet meer mee zometeen in die halve finale. Dan gaan wij hier naar de race met Michel Schotman. Schotman hier voor Two Time Deep Bikes aan de leiding met Pinkster dan op plaats nummer 2. Pinkster zit erbij met Joppie Jochem Visser. En daar hebben we hier een verrassing te pakken in de promotieklasse. Visser gaat zitten. Dan ziet hij dit en daar ook niet meer zitten. Ja, zichzelf op de fiets, maar dan ben je er niet meer bij. Dan gaat daar onze vriend Denenvaart mee. En dan gaat hij van Grinsven, denk ik. Van Grinsven samen hier met de Riepos op weg naar halve finale. En we laten Jochem Visser los. De laatste kwartfinale die... Gaan we hier kijken naar plaat nummer 719. Ja, die zit er inderdaad naar nummer 7. Heb ik misschien nog iets over de kop gezien, dames en heren. Whatever. Helaas kan ik alleen maar dat aangeven wat ik op dit moment zie. En dat houdt in dat die jongens van 8 jaar hier over de baan heen gaan. Met Kevin Dollevoet, Dick Lindes, Tim van Rechteren, Nick Meijering, Thijs Vis, Kas van Rauwrooy, met Thomas van der Kruijts en Brian Smitterman uit Winschoten. En hier gaan we kijken naar een mannetje wat aangekomen met een rood nummerbordje. Moet dat iemand zijn met 4-3-3, denk ik. Is het onze vriend van Nuland. Nuland hier aan de leiding. Met de plaats 15 is Nick Lenkers. Die zitten allemaal goed en goed van voren dus. Met 7-19 in de achtervolging. Nick Meijering voor Amazonia. Meijering zit er dan ook bij. En ja, de volharding mens met op plaats nummer 4. Die gaat dan Thijs Vis waarschijnlijk ook meegaan naar de finale van de wedstrijd. Hij komt uit voor de IJsselcross, dus dan op plaats nummer 4. Gaat dan aan van de overdenking van de Winschoten. Winschoten gaat naar de buurt komen. Winschoten gaat heel dicht in de buurt komen. Maar de boot en de trein dan missen op weg naar de finale voor hem. Jan de Broek van 9-jarigen met Liep Kuipers, Justin Taktor, Boris van Kessel, Liep Bolster, Felix Otten, Robin Mouw, Antoine Blankens en Ramon Paters voor de putten zijn vertrokken. En het is Liep Kuipers die zijn economie opnieuw gaat stellen hier ook in deze halve finale. Gaat dan met een ruime voorsprong toch op die kop op dit en heeft dan geen last dat hij naar buiten gedrukt gaat worden. Hij zit nog goed, hij zit wel stormen. Nu dan op plaats nummer 2 is Taktor daar hier met 4-81, Boris van Kessel. Van Kessel dan op plaats nummer 2. Oh, en dan maakt iemand een stuwfoutje. Of gaat hij dat corrigeren, Justin Taktor, Taktor. Corrigeert dat en zit dan wel met de plaat nummer 18, Luc Bolster, in die top 4 van deze volgende halve finale alweer. En plaats nummer 4 in handen van de lospunten. Rick Kevelham zal het zijn. Rick Kevelham hier met de 9-18, jawel. Ah, wel op plaats nummer 4, maar hoeveel hoe lang? Met een hele spannende close finish en het schrijven van de lijnjury voor de nummer 4 uit deze halve finale. Daar de afvaller Ruben van Eekrook van de Weinrijder Stiel moet hij dan de finale gaan missen. Waarschijnlijk door een crash, want ik zie wat Kralix op zijn broek zitten, zal hij er waarschijnlijk dus niet bij zijn. Hebben we hier de andere halve finale met Van Rijswijk, Leijzo, Hopo, met Vosje, Bollek, Wagenmassen, Van der Horst. Dan is het hier Hopootje, die Avino van Rijswijk met de 7-17 op 2, Nieuwsje, Hopo op 3-2. Dan is het even kijken naar Nijkerk en Bollek hier ben, denk ik. Ja,
Nou, Watch Gate, Watch Light, we zitten in de jongenscategorie van 13 jaar. En gewoon allemaal, we kijken hier naar Tom Dekker met Mirko Bakker, die goed vertrokken is. Aan de plaats. En die zitten dan gelijk op groep met z'n tweeën, wat er al inmiddels aan een voorsprongetje gevallen. De bijna is het deal daar volgens mij bij op plaats nummer 3. Dat is dan toch wel verrassend, die Kevin Stockholm met een 4-6-3 uit de kwalificatie. Ze doen het heel opvallend goed hier in deze halve finale. En heeft er zelfs een clubgenoot, lijkt het mee, Tom Dekker. Jawel, twee wijnrijders hier dan bij van plaats nummer 3 en 4. Ik denk dat we zeer tevreden mogen zijn hier in Tiel als we dat twee clubgenoten mee zien gaan naar de finale in deze jongenscategorie van 13 jaar. Ja, hier gaan we kijken naar die andere halve finale met Van der Stijf van der Leij, met Pinkster van Grinsven Alpen daar. Dunnewind en Jordan Potts, daar gaan we kijken naar een goede start. Even kijken naar Van der Leij daar op plaats nummer 2. Is echt een mannetje naar Rijven, een klein beetje heel veel rapper. De Woeper, Paltje of Davy van der Stijf. Van der Stijf aan de leiding met Jordan Potts, lag in de Van Gazinevinder op plaats nummer 3. En dan een gevecht op plaats nummer 4 met Dunnewind lijkt het daar te zijn. En de 81 van Kenneth Pinkster. Pinkster dus en Dunnewind. Dunnewind op dit moment het beste. En Alpen daar, goed op Alpen daar, die gaat hem missen. Die gaat hem missen of hij moet nog heel veel gas geven. Gaat hij niet redden. Het is de laatste man hier. De 97 van Wienand Dunnewind. Hij gaat mee in deze oudste categorie van jongens 18 jaar en nog ouder. 362 is voorbij de plaats van Nick Kerkhoff. Kerkhoff dan op plaats nummer 4. Terwijl Kussen aan de binnenkant daar ook nog goed bij zit. Kussen kan nog een aanval doen, een gooitje doen naar plaats nummer 4. Maar ik denk dat hij dit te laat heeft ingezet en dat daarbij de finale gemist gaat worden. Hier dan de rit nummer 7 met Kevin Dollevoet, Dick Leenders, Tim van Rechter, Niek Meijer en Thijs Visser, Kasje van Aalrooy, Thomas van der Kraas en Brian Smith. Zij zijn vertrokken dus voor een alles goed vissende halve finale. En dan ga ik kijken hier aan de leiding met 4.33 op de plaat. Is het toch Kevin Dollevoet met de man met landen alleen eentjes uit de kwalificatiemoto's. Zien we ook op plaats nummer 2 Nick Leenders daar in de buurt zitten, denk ik. Nick Leenders, of is het daar? Even kijken, de plaat nummer 15. Inderdaad, Nick Leenders op plaats nummer 2, 7.19 op 3 is Niek Meijering voor Amazon. En het doet er vooralsnog ook mee met 37 dan op 4. Kas van Rangelrooy. En die moet gaan consolideren. Maar krijgt de aanval te pakken van Thijs Vis. Thijs Vis gaat toch van als het hier de vierde plaats overnemen. En zich zometeen melden aan het finale starttek van deze jongenscategorie.